Hallo mensen, welkom in... Hoe heet het ook alweer? Shift to Unleashed. Wat dit voor speelt, het is een game die wat ouder is. Ik zal even kijken hoe oud hij nou precies is. Staat er niet eens op, gelukkig. Nou, het staat 2011 Electronic Arts Inclusive. Dus het zal 2010, 2011 geweest zijn. Je kunt het ook zien, ja, dat het minimaal... een DirectX 9 kaart nodig heeft en 2 GB RAM. XP, maar Windows 7 was er al. En het 2 GHz Intel of 2,4 GHz AMD kaart qua processor. En ik ga vandaag beginnen aan de carrier. Heel present, ik heb alleen de One more thing before you get started. We have to talk experience. Everything you do earns XP. Yeah. Win more XP, and you'll get new cars and unlock more events. You'll take home extra cash and earn more options for vinyl, paint schemes, and rims. During a race, you'll earn more if you nail a perfect start from the grid, overtake another driver, or stick to the racing line. Then, after a race, you'll also earn XP bonuses. Bonuses are based on how you finished and how much you dominated the other drivers. They're also based on the objectives you've earned and whether you mastered the track. You can earn XP online too, when you battle your friends in versus modes or through Autolog. Basically, to earn XP, you want to fight hard, drive fast, and win as much as you can. Okay. Shanghai. Perform a clean lap, best lap time 144, lead for an entire lap. En dan natuurlijk al de bochten. Tips. Ah, oké, dit is niet. Ik heb hier op dit moment alle hulpdingetjes aan. Dus ik vraag ik alleen maar, zeg maar, de grote dingen te sturen en gas te geven. En dan. Echte bochten zelf te remmen. Green, that's a green light! Push, push, push! Dat is uitbreken. Oh, oh! Oh, shit. Ik had verwacht dat ik ze zou kunnen uitbreken. Natuurlijk, dat computers zijn. Anders dan de eerste oefenrace, zeg maar. Met echt snelle auto's. En dan weer kleine bochten lap. Ja. Het is een muziek dat druk is begonnen. Dus. En is op zich realistisch. Ik schakel op dit moment ook nog niet zelf, maar dat ga ik de volgende keer. Break the control. What is it to do? Dicht even.
denk dat ik sowieso wel derde kan worden. Die auto van... Good job, man. Tweede. Yeah. Level. Awesome driving. You just set your first record in Autolog. Autolog's where you can meet up with your friends in the Need for Speed community. You'll have your own personalized driver profile. You'll be able to see the stats on your victories, rewards, and favorites. And you'll be sent an alert at any time a new record is set. Your friends can recommend events, and Autolog will suggest others in the recommend section. You can share photos and replays in the gallery. You may be alone behind the wheel, but Autolog opens up a world of community and rivalry. Okay. Ik heb Shanghai gedaan, dus ik zal Monza nog gaan doen in dit filmpje. En de volgende... zijn er voor de volgende filmpje. Deze is volgens mij behoorlijk makkelijk. This will be intense. Monza compacted into two straights and some heavy duty turns. Keep your laps consistent and try not to blink. Ook al die andere auto's die zijn al heel getuned. Spoilers, bumpers, maar ook gewoon motors en versnellingen. Dat zal zo meteen ook wel gebeuren. Een van de rechte stukken zal ik op mijn hoogste versnelling. Dat was toer te halen. Oh, te vroeg schat. Gelukkig hou je het zelf over. Dit is 4 seconden sneller. Ik is niet op het rechte stuk. De max, zeg maar. Maar het gaat niet wat duurdere auto's waarschijnlijk wel gebeuren of op langere rechte stukken. Amazing driving out there, man. Amazing. Brand. Eerste. Hey. Sommigen zijn als het gefinished of niet in de tijd van de turn.
What are these single exhibitions? Okay. Alright, customization is all about perfecting your car. You can transform your car from a stock showroom model all the way into a fire-breathing track monster. Upgrades are all about finding that perfect balance. You can choose to upgrade your suspension, tires, brakes, you can even swap out your engine. Visual customization lets you design your own look and share your personal style. If you really want to compete with the big boys, you'll want the full works conversion. Install enough upgrades and soon you'll be able to convert your production model into a straight up race car. Once you start customizing, the possibilities are endless. See what works best for you and have fun. Gaat goed komen. Dus ik heb 5000. Ik word niet terug. Hopelijk gaat het goed. Visuals. Safe. Hoe kan ik mijn beeld aanpassen? Ik vind deze wel mooi. Oké, dat ga ik al wel goed doen. Mensen,
Bedankt voor het kijken. Dit is mijn auto. En tot de volgende keer.